Ja, we hebben een nieuwe. Dennis naar voren halen. En dan gaan we even een stoel voor neerzetten. Want wat zou er aan de hand zijn als je een stoel neerzet? Is zou die jarig zijn? Zullen we het eens aan hem vragen? Feliciteren. Dankjewel. Ik heb een happy birthday tasje voor je. Ja, dankjewel. En ik vind dat we eigenlijk met z'n allen, als hij het aan het uitpakken is, keihard gaan zingen. Nog een beetje harder. Die geworden, hyper de piep! Hyper de piep! Ja, oké, okay. Mooi. Hey jongens, eet smakelijk! Ik mis, hè? Zeg maar niet. Maar het is ook al Olivia. Toch? Ja. Oh, 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 Olivia. Nee. Olivia. Oh, nee, ik heb je misgevonden. Oh. De hele tijd. Oh, jullie hebben geluk. Heel veel grapjes, denk ik. Hè? Kijk, haar is goed. Het lijkt wel of ik bij de Effies ben. Heb je weer een peper opgevreten, zeg. Oké, dankjewel jongens. Gefeliciteerd. Dag winnaar en overal in de leiding. Mooi man. Kijk, er komt René ook zijn lijst gevonden. Dankjewel. Nog een keer. Gisteren een mooie dag gehad met de E, met leuke spellen. We zijn begonnen met het brievenbusspel. Kolonisten van Catan, dat hebben we voor het eerst uitgeprobeerd. Dat gaan we van de week in een iets andere vorm nog een keer proberen. Dan wordt het spannender en nog interessanter. We hebben het piramidespel natuurlijk, wat bij ons meeloopt. En gisteravond eilandenvoetbal en voetvolley. De dagwinnaar van gisteren, de Flamengo's van Max. Daar is de beker. Ik ga ondertussen de microfoon al uit. Ik lul ook een beetje uit mijn nek. Ook heel goed. Dag jongens. Hey, PC vergeten. Ik zou bellen op je mond staan. Zo, creatief. Oké, jongens, gefeliciteerd. Dankjewel. Kijk uit, doe je nog een slaapwandelen? En dan komt denk ik Colin ook met de één lijst. Nou, Colin is... Waar is Colin? Jongen. Hey, Colin! Oké, mannen, dan gaan we door met de F. Gisteren weer een aantal spellen gedaan. We zijn in de zandvlakken geweest. We zijn in het bos geweest. S'avonds zijn we op het veld geweest, maar die telt niet mee. En daarna hebben we lekker geslapen en een film gekeken. Op sommige met dichte ogen. Van gisteren hebben we drie... mensen met hetzelfde aantal. Zo. Dan een nummer 2 met 32 punten en een nummer 1 met 34 punten. Sevilla heeft 28 punten. Betis, Palmas en Atletico Madrid 30 punten. En dan Valencia met
32 punten. En Atletiek de Bilbao met 34 punten is de dagwinnaar. Kom maar met z'n allen naar voren. Gefeliciteerd. Dankjewel jongens. Goed gedaan. Geniet ervan. Nee, dat is uit onverwachte hoek. Ik had op de dinsdag gevolgd.